jullie de uitslag van de gynaecoloog te vertellen. Mijn moeder belde, begon ik gelijk te janken. Voor de lotgenootjes onder ons vond ik dat toch echt wel even een belangrijk iets om te delen. Voor vaderdag. Fijne vaderdag, allereerst. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Ik ben even onderweg naar het ziekenhuis, want ik heb een afspraak met de chirurg. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben met mijn veentje en we gaan even lekker naar de speeltuin. Hè? Ja. Hebben ze een koffertje mee? Want zijn tas ligt nog in de auto. Dus hebben we het even in een koffertje gedaan. Als die nat wordt. Hè? Zo, terwijl Jessie dus even lekker aan het spelen is in de speeltuin. Met water. Heerlijk, want het is weer top weer. Wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om jullie de uitslag van de gynaecoloog te vertellen. Ik wist niet dat ik toch zo hoog gespannen was, eigenlijk daarom. Want het is toch een beetje ondergesneeuwd door de borstkanker. En ja, ik had er geen last van. Maar ik had er voorheen, toen het mis was, had ik er ook geen last van. Dus ja, ik vond het toch wel een beetje spannend. Maar ik werd gebeld toen ik in de auto zat. En hij had heel goed nieuws voor mij. En dat was namelijk dat er geen slechte cellen meer zijn gevonden bij mijn baarmoederhals. En ook geen HPV. Blijkbaar zijn dat twee verschillende dingen. Dus ja, daar ben ik echt super blij om. Want ja, we zijn nu anderhalf jaar verder van de operatie. En ja, hij zegt dus voor ons is het nu eigenlijk klaar. Omdat ik al twee keer een goede uitslag heb gehad. Hij zegt maar, ik zou je wel adviseren om bij de huisarts zelf even een uitstrijkje plus HPV-test te vragen. Rond mijn 33ste. Want hij zegt het duurt nog vrij lang voordat jij weer op je 35ste door het bevolkingsonderzoek wordt opgeroepen. Dus ja, ik was echt ontzettend blij. En ja, toen belde ik mijn moeder op en toen moest ik gelijk weer janken. Ik ben alleen maar aan het huilen de laatste tijd. Van blijdschap, van verdriet, het is wat. Hoe is het, liefie? Soepengel. Wil je soepengel? Zo. Het is inmiddels avond. En ik ga weer even naar het huis. Zodat we nog even een paar dingetjes kunnen doen. Sergio is daar al. Maar ik dacht, ik maak even gelijk van de gelegenheid gebruik. Om dus even voor te beduren op mijn goede uitslag van het uitstrijkje. Ik was dus echt zo ontzettend blij. En toen ik mijn moeder belde, begon ik gelijk te janken. Dat is altijd, hè? Iets met moeders is dat. Zit je het groot te houden en dan bel je je moeder en dan breek je. Maar ik wist dus niet dat het me zo hoog zat. Want het is gewoon compleet ondergesneeuwd door de borstkanker eigenlijk. Maar goed, dat heb ik allemaal al verteld volgens mij. Morgen moet ik dus weer bloed prikken om te kijken of dat weer in orde is. En dat ik aan mijn, ik geloof mijn zesde kuur mag beginnen. Ik ben een beetje de tel kwijt. Of is het dan mijn zevende? Nee, het is mijn zevende kuur. Nou ja, anyway. Dat ik de volgende kuur mag. En daar word ik als het goed is over gebeld. Want de afspraak is nu met de verpleegkundige specialist. En die hebben we nu telefonisch staan. Wat maar eigenlijk heel goed uitkomt. Want ik ga iets leuks doen met mijn neefje en nichtje en mijn zus. Want die zijn allemaal jarig geweest. En we konden niet op hun verjaardag zijn. Dus gaan we gewoon even iets leuks doen. En dat is misschien nog wel leuker ook. Want dan gaan we ook echt iets met hun doen. En op een verjaardag is het toch vaak van, nou, hier heb je cadeautje, doei. Dus we gaan gewoon gezellig met z'n allen wat doen. Ik hoop dat het leuk is. Dippidoo gaan we naartoe. Ik ben er nog niet eerder naartoe geweest, maar ik hoorde leuke verhalen. En nou ja, en is het niet leuk, dan weten we dat ook weer voor de volgende keer. Maar vaak als er iets leuks te doen is, dan blijf je daar toch lang hangen. Dus daar
heb ik zin in? En dan krijg ik tussendoor, als het goed is, een telefoontje of het allemaal in orde was. En dan laat ik ze gewoon de medicijnen even in de kluis leggen. En woensdag 22 juni, ja, is een bijzondere datum. Omdat dan ben ik jarig, ten eerste. Dan word ik 32, jongens, ja. En ik ben heel blij dat ik dat gehaald heb. Want vorig jaar wist ik dat nog niet zo zeker. Toen had ik ineens de dood voor de deur staan. Dus ja. En ook op mijn verjaardag kreeg ik vorig jaar mijn eerste anti-hormooninjectie. Dat betekent dat ik op mijn verjaardag in de overgang ben geslingerd. Als cadeautje. Hatsflatsie. Maar goed, als het goed is gaat dat ervoor zorgen dat ik nog heel lang te leven heb. En dat het hopelijk niet terug gaat komen. En ik heb dus ook woensdag een afspraak met de chirurg. Dus ik ben heel benieuwd wat we dan gaan bespreken. Ik denk dat hij gewoon eventjes wil... want ik ben natuurlijk de hele tijd in behandeling nog bij de internist. Die ik dus de hele tijd zie, ook vanwege de chemo's en zo. Dus ja, de chirurg heb ik voor het laatst gezien toen hij mij geopereerd heeft. En daarna hoe het eruit zag en hoe het is gegaan. En deze man was ook de eerste persoon die ik zag toen ik mijn diagnose had gekregen van de huisarts. En ik waardeer deze man heel erg, omdat hij na de PET-scan mij eigenlijk 2-3 uur later al opbelde om te vertellen dat het goed nieuws was en dat er geen uitzaaiingen op afstand waren gezien. En dat was op een vrijdag, weet ik nog heel goed, omdat hij mij met goed nieuws het weekend in wilde sturen. Dus ja, dat zijn van die kleine dingen die echt een hele hoop uit kunnen maken. Dus ik hoop dat, mochten de artsen kijken of verpleegkundigen of whatever, is echt heel belangrijk. En dat je echt even een menselijke kant hebt en dat je je kan indenken hoe iemand thuis aan het mentaal aan het doodgaan is, zeg maar, van het wachten. Want dat is pas killing. En ja, dus dat heb ik heel erg gewaardeerd. En ik ben, ik ben dus benieuwd wat we gaan doen. Waarschijnlijk gaat hij me gewoon even vragen hoe het gaat. Wil hij mijn borsten even zien? Het is wel zo dat ik nu onder mijn borst... ik weet nog niet of het op mijn borst is of op mijn ribben. Of een beetje daarboven. Maar voelt het een beetje beurs aan de rechterkant. Dus ja, dat kan natuurlijk zijn van de bestraling. Dus dat hoop ik dan maar. En dat dat niks anders ernstigs is. Want ja, zoals de meeste lotgenoten weten, kan je niet meer normaal gewoon even een pijntje hebben. Nee, je denkt gelijk, het zal toch niet. Maar goed, ik probeer wel te relativeren. En te denken, ik ben daar geopereerd. Ik ben bestraald. Ik ben nog steeds aan de chemotabletten. En ik had geen uitzaaiing op afstand toen ik hieraan begon. En alles wat ik heb gedaan, dus infuuschemo's, hebben ervoor gezorgd dat mijn tumoren waren geslonken. De operatie heeft er gezorgd dat ze het hebben weggehaald en dat mijn snijvlakken schoon waren. En de chemotabletten, die zijn er voor de onderhoudsdosis. En ik heb nog antihormoontherapie. Dus het zou wel uiterst bijzonder zijn als er nu nog ineens wat op komt poppen. Dan kom ik bij het volgende wat ik graag met jullie wil delen. Wat ik las op kanker.nl. Iets wat mij gelijk weer iets gaf om aan vast te houden. Gewoon om even af en toe de positieve mindset vast te houden. En ik las dus, als we het even hebben over borstkanker dan. Nee, ik weet eigenlijk niet of het alleen over borstkanker gaat. Maar anyway, dat schijnbaar een uitzaaiing in de botten niet levensbedreigend is. Dus het kan natuurlijk wel heel veel pijn veroorzaken, hè, en je botten broos maken. Daarom moeten, weet ik van lotgenoten dat die wel uitzaaiingen hadden in de botten, dat ze een Zometa infuus moesten doen. En dat moeten ze dan bijhouden, zodat de botten eigenlijk sterk gehouden worden. Want anders dan breek je gewoon om de havenklap je botten. Dus, maar dat vond ik wel iets... Ja, natuurlijk wel weer even een soort van extra geruststelling.
die je dan even in je hoofd kan houden. En nou weet ik van een lotgenootje die dus een uitzaaiing had in haar ruggenwervel, als ik het goed zeg. Joyce, als je dit kijkt, ik hoop dat ik het goed zeg. En die heeft dus een uitzaaiing op afstand in de ruggenwervel. Maar die is eigenlijk genezen. Want ja, het schijnt dus zo te zijn, als je minder dan 3 uitzaaiingen hebt en wel op 1 plek, dan is er nog een kans dat je geneest. En zij heeft wel het genetische aspect. Maar die uitzaaiing is dus niet meer te zien. En dat is toch fantastisch? Dat is toch gewoon geweldig? Maar zij heeft dus wel een Someta-infuus. En zij heeft wel haar eierstok laten weghalen. Zo, lekker zonnetje in mijn gezicht. Maar goed, voor de lotgenootjes onder ons vond ik dat toch echt wel even een belangrijk iets om te delen. En dan hoop ik dat jullie daar ook weer wat kracht uit halen. Want het is, als ik zelf even beredeneer, natuurlijk geen orgaan. Dus ja, dat zal waarschijnlijk de reden zijn. Het is nog geen pretje natuurlijk. Maar ja, dus dat wilde ik even met jullie delen. En ik ga jullie weer vertellen hoe het was. Ik ga jullie meenemen naar Dippidoo. En ik ga jullie natuurlijk ook vertellen hoe het met mijn bloeduitslag was. En met, ja, met de afspraak met de chirurg. Zo, we zitten in de auto. Ik ben net eventjes bloedwezen prikken. En nu zijn we onderweg met mijn moeder en Jesse Silver naar Dippidoo. Zijn er! Ga je naar boven? Ja, jij kan het wel heel goed. Zo, jongen. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Wow. Wow. Time and time.
super ideaal. Want een super leuke dag gehad, badippadoe. En s'avonds kan ik gewoon even mijn medicatie ophalen in de kluis. Toppie. Wat heb jij nou? Kon je niet wachten om het te geven? Nee. Had je die verstopt? Kom maar gaan zitten. Ik ga openmaken voor jou. Ja? Ja? Voor papa van Jessie Silver. Oh. Je hebt het voor mij gemaakt. Ja, ik ga even open. Is dat voor wat is dat dan? Voor Vaderdag. Waarom krijg ik dat, Jess? Nee. Wat is dat nou voor moois? Teken. Zo, die is mooi. Ja. Ik heb geen hartje van zilver. Ik heb geen hartje van goud. Maar ik heb wel een hartje dat heel veel van jou houdt. Ja. Ja. Ik heb nog niet zo beetje dag, maar het is een beetje nat. Oké, ja. Helemaal droog. Kom hier. Mm. Ja. Heel mooi, Jessie. Dat is mooi. Best papa ever. Zo, wij zijn even lekker naar het strand. Eerste echte warme zomerdag weer. Om naar het strand te gaan. Ben jij in het water geweest, Jess? Dat is maar eentje. Ik wil een eitje. Ben jij in het water geweest of zo? Oh jezus. Nee. Dan komt die meneer zeker. Zitten. Ik kan ook op. Nee. Vond je het leuk, schatje? Ja. Ja? Papa, ben ik een cadeau voor jou? En lieve, een cadeau voor mij? Hebben jullie een cadeau voor mij? Gaan we die samen uitpakken dan? Ja. Fijne vrijdag, allereerst. Dankjewel. Kusje? Hier, ja. Wat leuke binnenkomst is dit. Nee. Hè? Er zit er wat daarin. Ik denk wel dat er iets in zit, ja. Ja, ik weet wat het is. Een echte windmouw. Ik word oprecht de meest atletische darter. Op het hele stel. Oh, kikker man. Yes. Ik had het bijna zelf gekocht. Dankjewel, Poepie. Hey, Jess. Ja. Dankjewel. Ja, ik dacht, doe dan maar een kast eromheen. Wat, zit er een kast omheen? Ja, waarom denk je dat het zo fucking zwaar is? Ja, dat heb ik ook nog naar gekeken. Ja, ik heb er wel over na zitten denken inderdaad. Van, ja, er moet iets omheen. Het moet wel wat specialer zijn dan gewoon een dartbord. Ja, een zwarte. Oh, gaaf man. 2,37 is de afstand. Oh, dit is een sticker om te plakken. De grond te plakken, denk ik van. Ja. Super nice. Misschien moeten we wel ook nog even een mat eronder leggen met ons vinyl. Ja, is die mooi? Ja. Is het een goed merk? Ja, Winmo, dat is het merk. Wist ik. Vroeger had ik een Raymond van Barneveld bord. Ja? Hij heeft ook zijn eigen winkel nu, hè? Zijn eigen winkel? Ja. Ja? Volgens mij wel. Ja. Nou, ik zin om te gooien. Fijn, ik lig in mijn auto al
3 jaar. Echt al heel lang, ja. Nou, veel plezier ermee, schat. Zo van, mocht ik ineens een ja, wordt, dan precies. Heb ik ze en anders prik ik iemands oog ermee uit, mocht hij. Dus ik ben altijd paraat. Ja, paraat. Nou, veel plezier ermee, schatie. Dank je. Zo, jij gaat meedoen? Jazeker. Goedemorgen. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis. Maar, nog leuker. Het is mijn verjaardag. Ik ben vandaag 32 geworden, jongens. Ja. En daar ben ik extra blij mee. Zoals jullie kunnen voorstellen. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Dank u. Dank u. Lief. Oh. Hi. Jullie vielen even. Want ik zie daar ineens een vuilniswagen. En dan weet ik niet of ik er langs kan. Dus ik ga eventjes zo tegen de richting in. Oh, anders kan ik er niet langs en dan kom ik te laat. Dat willen we niet. Oh, dan gaat de camera weer. Oké. Ja, dus ik ben even onderweg naar het ziekenhuis, want ik heb een afspraak met de chirurg. Ik denk dat hij gewoon eventjes gaat kijken hoe het er allemaal uitziet. En, ik heb gisteren wel ineens een gek plekje ontdekt onder op mijn voet. Kijk zo op een vratje of een likdoorn. Ik kan het niet helemaal plaatsen. Maar ik denk dat ik het even ga laten zien. En misschien dat mijn moeder hem weg kan halen, want die is medisch pedicure. Maar eerst maar even zien wat hij te zeggen heeft. En ik heb gewoon gezellige kleding aangedaan, jongens. Want ja... ziekenhuis of niet, het blijft mijn verjaardag. Doei! We zijn voor mijn verjaardag lekker aan het eten bij Little V in de stad. Met mams. En daar is een kinderhoekje. Superleuk. Hoi! Kan die lekker spelen? De camera is wel bijna leeg, dus misschien dat we zo overgaan op telefoonbeelden. Maar van het eten willen we jullie niet onthouden. Zullen we dan ook? Oh. Hé? Grapjas. Kan je ook pakken? Maar proeven. En een hele goede avond vanuit onze nieuwe zolder. Ja, ja, jullie zien het goed. We zijn inmiddels verhuisd. Daarom lopen we een weekje achter met de vlog, want het is chaos. En zo zie ik dus ook weer tijdens het maken van eindelijk de vlog, dat ik geen einde heb gemaakt en dat ik jullie helemaal niet heb verteld over de uitslag van de chirurg. Nou, hij wilde inderdaad gewoon even de borsten zien. En hij vond het er heel netjes uitzien, ook dat ik gewoon heel goed genezen ben. En hij gaf eigenlijk aan dat zijn taak erop zit. En dat ik in principe natuurlijk gewoon altijd mag bellen als er iets aan de hand is. Maar ja, voor hem is het in principe klaar. En het zag er goed uit, het voelde goed. Dus hij was blij, dus ik ook. Voor mij is het nu even afwachten tot ik weer de afspraak heb met de plastisch chirurg. Zodat ze de borsten weer wat gelijk kunnen maken. En kunnen vervangen voor de siliconen uiteindelijk. Zoals jullie hebben kunnen zien was mijn bloed ook weer goed. En mocht ik door... naar de 7e kuur. Dus ja, dat betekent dat mijn volgende kuur dadelijk, als het goed is, mijn allerlaatste is. Ik hoop dat ik goed geteld heb. En anders is het nog 1 erachteraan. Maar we zitten er niet meer ver vanaf, jongens. Sorry dus voor dit einde. Sorry voor de chaos. De volgende vlog is weer lekker over het nieuwe huis. En dat we dus zijn verhuisd. En we kunnen niet wachten om jullie weer van alles te laten zien. Hopelijk vonden jullie dit toch weer even een interessante vlog. Gezellig, leuk, informatief. Dus doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven. En ik zie je weer heel graag in de video. Ciao!